Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. Hartelijk welkom bij Max Monumentaal. In dit programma staat ons Nederlands cultureel erfgoed centraal. 16 monumenten krijgen eindelijk de kans om een deel van hun historie in ere te herstellen en te beschermen. Ook voor het nageslacht. Deze keer wordt de Daagse Kamer van de Vrijdamaborg in oude glorie gerestaureerd. En zal het lukken om de traptoren van kasteel Sterkenburg op tijd te herstellen? Ik ben in Slochteren in Groningen en loop op landgoed Vrijdamaborg. Tot 1972 bewoond, daarna museum geworden. Het gebouw is bijna totaal in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Er ontbreekt nog één ding en daar ga ik mij vandaag mee bezighouden. De Vrijdamaborg was aanvankelijk een gewone boerderij, maar werd later versterkt. Ook werden er grachten rond het huis gegraven en hiermee was, zoals ze dat in Groningen noemen, de borg geboren. Het was een prachtig huis van stand met verschillende stijlkamers. De Daagse Kamer, een woonkamer waar het gezinsleven zich afspeelde, was een van de belangrijkste vertrekken van de borg. De laatste bewoonster, Louise Groenveld, Thomassen Atusink van der Hoop van Slochteren, was de laatste echte borgvrouw van Groningen. Ze overleed in 2008. Nu is de Vrijdamaborg een museum en onlangs met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds grotendeels gerestaureerd. Henny van Harte is conservator en zij zet zich met hart en ziel in voor haar borg. Goeiedag. Welkom. Goed hier te zijn. Nou, is de Vrijdamaborg een van de bekendste, zo niet de bekendste borg van Nederland? Ja, als borg zeker, want dat is natuurlijk een Groninger verschijnsel. Mm-hmm. Maar het is ook een van de mooiste kastelen van Nederland, vind ik zelf. De eetkamer. Mooi zeg. Een kamer met een tafel die voor 8 personen gedekt is. Ja, schitterend. En dat moet er natuurlijk feestelijk uitzien. Met kristal, met damast op de tafel en met zilver. Maar misschien wel het leukste, dat is hier het servies. Want het is een Chine de Commande servies wat nog in het bezit geweest is van de bekende schrijver Louis Couperus. Ga weg. Chine de Commande, wat betekent dat? Ja, Chinees in opdracht, hè? Dus zo simpel als dat. Ja. Het is gewoon een letterlijke vertaling. Ja, rijke Nederlandse familie die opdracht gaf om een huwelijksservies te laten maken. Chine het kijkt hun wapen erop, dus dat is Chine de Commande. Maar is dit ook helemaal vergaan en oud? En... Alles moest helemaal in de 70e jaren gerestaureerd worden, want het was allemaal in vrij slechte toestand. En kamer voor kamer gebeurt dat door het hele gebouw heen. Hey, en dit schilderij, hè, dat vind ik toch wel heel intrigerend. Je kan het geloven of niet, maar dit is een mesdag. Hendrik Willem Mesdag. Ja, de bekende zeeschilder, die heeft dit gemaakt. Maar dat is een mesdag uit zijn vroege periode. Downstairs. Hier, downstairs, werkte de personeel van de Vrijdamaborg. Hoeveel personeel hadden ze? Nou, zo rond 1800 waren er zelf 6 inwonende personeelsleden. En die gingen dan natuurlijk overal in het huis hun werk doen. Ja. En het was een pand waar maar één doorgang was, alleen dit trappetje. Dus het was een heel apart bestaan beneden en boven. Ja. Maar verder wist je wel heel veel van elkaar, want het pand is ook heel gehoorig. De bovenverdieping. Met de bibliotheek. Dat ziet er indrukwekkend uit, ja. Wat betekent dat voor jou nou, zo'n statig huis? Ja, het is een heel vertrouwd plekje geworden in de loop van de jaren. En het is zo bijzonder, omdat er zit een hele huiselijke gewone vertrekken in, waar je zo zou kunnen gaan wonen. Maar ook ruimtes met heel veel allure, ja. Waarvan je denkt van ja, dat hoort nou bij een kasteel met een beetje uitstraling. Kijk, Huub, dit is nou een ruimte die de Daagse Kamer gaat worden. Oh, maar hij is leeg. Het is helemaal leeg. Jij weet hoe dit eruit zag. Ik kan inderdaad uit allerlei bronnen opmaken van wat heeft er in die Daagse Kamer gestaan. En dan begint natuurlijk de zoektocht van hoe kom ik aan die spullen. Mm-hmm. Een paar hebben we al beschikbaar, maar sommige moet je te pakken zien te krijgen. En er moet ook van alles hier gerestaureerd worden in het vertrek. Nou, dat wou ik net zeggen. Aan de slag.
Er moet nog veel gebeuren aan de Daagse Kamer en dat kan, dankzij een bijdrage van de Bank Giro Loterij. Henny van Harten is als conservator de motor achter de restauratie en zij stuurt de diverse restauratoren aan. Titus Eliens is hoogleraar in de kunst en nijverheid en een autoriteit op het gebied van porselein. Hij gaat langs bij de Vrijlamaborg om te kijken hoe de restauratie verloopt. Er staat hem een belangrijke taak te wachten. De Daagse Kamer die tref je vooral aan in wat meer representatieve huizen, dus grotere huizen als de Vrijlamaborg. En het was de kamer waar zich het dagelijks leven afspeelde. En dat betekent dus meer het intieme gezinsleven. Men was er aan het lezen, men deed de spelletjes. En dat allemaal in tegenstelling tot de meer representatieve kamer waar de gasten werden ontvangen. Nou, dit ziet er al veelbelovend uit, Henny. We zijn al druk bezig geweest, zoals je ziet. Waar het allemaal mee begon in deze kamer, dat is het kleuronderzoek. En dat is op de balk gebeurd, op de blinden. En op basis van dat kleuronderzoek hebben we dan de historische kleuren kunnen uitvinden. En dat wordt een hele mooie kleur oud-roze en zandsteen. En dat is de 18e-eeuwse kleur. En dit wordt gestoffeerd? Nou, er komt behang in historische stijl op. Papieren behang. Ja. Maar om dat op zo'n gestukte muur te kunnen aanbrengen, moest de restauratietimmerman dus eerst een betengeling aanbrengen. Oh, ja. Nou, dus deze week is dat al gelukt. Maar dat was een enorm karwei, omdat de muren helemaal schots en scheef zijn. En wat voor een soort behang ga je hier nu toepassen? Nou, op deze betengeling, daar komt een heel mooi papieren behang. Past heel mooi bij die oud-roze kleur. Ja, ja, ja. Ja. En wat de inrichting betreft, zijn er nog oorspronkelijke meubels bewaard gebleven? Er was een mooie kast, heb ik nog voor deze kamer. Een bank die in hele slechte toestand is, dus die moet gerestaureerd worden. Ja. Heel mooi kinderportret heb ik terug weten te vinden. En ja, dat moet bij elkaar de sfeer aan deze kamer geven. En is het dan compleet of zeg je van nee, er moet nog wat bij? Wat natuurlijk in deze Daagse Kamer heel mooi zou staan, dat is een paar voorbeelden van dat bijzondere servies. In 1971 is het verkocht, 218-delig. Wat zou ik graag daar wat van terug willen hebben? Want dit is geveild? Het is geveild. En verdwenen? En verdwenen. Ja. En we weten niet waar het zit. Ja. Henny laat mij in het depot van de Vrijlamaborg zien welke stukken van het servies op haar verlanglijstje staan. En jij ziet, we hebben hier dus heel veel mooi porselein. Maar wat we niet hebben, dat is dat prachtige servies met de parasoldames van Pronkverop. Ja, dat is echt spannend. Geweldig ja. Servies. Maar ik heb er nog wel mooie foto's van. En wat ik nog altijd hoop, dat is dat we dan een aantal stukken daarvan weer zullen kunnen traceren. Dit zijn de oorspronkelijke stukken zoals die op de borst stonden? Deze zijn gefotografeerd toen ze geveild werden in 1971. Ja. Maar waarom wil je specifiek deze stukken hebben? Dat servies, dat zien de commande servies, dat moet dan een ereplekje in die Daagse Kamer krijgen. En daar passen natuurlijk deze gevarieerde stukken heel mooi bij. Maar het is eigenlijk om een idee te krijgen van hoe het oorspronkelijke servies eruit zag. Het grote servies, dat kan niet. Maar dan hebben we een paar hele mooie gevarieerde stukken voor de Daagse Kamer. Nou, we gaan er naar deze stukken op zoek. Mooi zo. De Vrijlamaborg werd tot 1972 bewoond. En de laatste bewoonsters waren mevrouw Louise Thomassen uit Tusink van der Hoop van Slochteren. Heb je even. En haar dochter, jonkvrouwe Mieke van Panhuis. En met Mieke heb ik afgesproken om te praten over vroeger. Dag Huub. Dag Mieke. Kom verder. Goed je te zien. Fijn dat je er bent. Heren, gaan voor. Tuurlijk. Nou, dit is de gele kamer. En als kind sliepen we hier. In een hemelbed, hier in de hoek. En mijn oudste zusje was bang voor dit beeld. Want dat oog was er niet, dat miste. Daar zat een gat. Dat is nu natuurlijk gerestaureerd. Maar dat was best eng. En dit was mijn tienerkamer. Ah. Ja, ik lag hier vaak voor het raam mijn huiswerk te maken. Buiten werden er vaak bruidsparen gefotografeerd voor de brug. En ze mochten ook niet het terrein opkomen. En dat is nu natuurlijk heel anders, nu het museum is. Hier, kijk. Oh. Ja, hier zie je dat in die hoek mijn bed stond. En een secretair. En op deze bladzijde zie je de andere hoek. En daar stond het setje, meubels, een zitje. En toen was de trap weg. En toen was de trap weg. Ja, dit is de grote zaal. En in mijn jeugd was deze hoek van de zaal net zo als nu. Zag er echt exact zo uit? Ja.
exact met dezezelfde meubels. En in onze tienerjaren draaiden we hier plaatjes. Maar hier beneden woonde het echtpaar, die mijn oma ook verzorgde. Ja. En het was nogal gehoorig naar beneden toe. Dus ze vroegen of we niet langer hier muziek wouden draaien. Niet? Nee, en toen moesten we verkassen naar de Daagse Kamer. Dus dat de Daagse Kamer. Ben je ook zo benieuwd? Ja, ik ben wel eens. Ja, zeker. De Daagse Kamer van de Vrijlemaborg gaat volledig op zijn kop. Een aantal zeer ervaren restauratoren zet samen de schouders eronder om de kamer weer in oude stijl terug te brengen. De betimmering, het behang, de stoffering, de meubels, alles wordt grondig aangepakt. Helaas is het Chine de Commande Service in 1971 verkocht. Expert Titus Aliens gaat proberen een aantal stukken van de Chinese porselein naar de borg terug te brengen. Wellicht dat ze hem bij het Groninger Museum verder kunnen helpen. Kijk, het servies is dan weliswaar uit de borg verdwenen en niet meer teruggevonden. Maar we hebben in Nederland een aantal collecties met Aziatische porselein. En ik weet onder andere dat het Groninger Museum voorbeelden van pronkporselein heeft. Ik weet niet of ze exact dit voorbeeld hebben. Maar we gaan op zoek om te kijken of zij wellicht een paar stukken van dit servies hebben. Dit bordje hier, dat is vergelijkbaar met het decor dat we zien op het servies van de Vrijlemaborg. Hier is eigenlijk het bordje dat vooraf is gegaan aan dit bordje. Het is een ontwerp uit 1734 van de Nederlander Cornelis Pronk. Die heeft er een tekening gemaakt van Chinese dames. En dat ontwerp is door de Chinezen in China op porselein is dat gekopieerd. Kijk, er is maar weinig bewaard gebleven. Hier zien we één voorbeeld daarvan. Maar misschien dat in het depot van het Groninger Museum meerdere voorbeelden met dit decor te vinden zijn. Normaal gesproken kun je als museumbezoeker niet het depot in. Maar gelukkig heeft de conservator Kasper Martens mij in de gelegenheid gesteld om het depot te bezoeken en daar op zoek te gaan naar voorbeelden van pronkporselein. Het is alleen bij porselein altijd lastiger zoeken dan bij schilderijen. Kijk, deze die staat hier op de plank in het depot. In deze kast staat het. Dit is natuurlijk heel mooi, dat botervlootje. Dat is echt een stuk wat grote indruk maakt als we dat zouden kunnen lenen. En ik zie ook dat je een diep bord hebt. Ja. En dat je een groot bord hebt. Dat is ook helemaal perfect, want op die manier hebben we drie verschillende onderdelen van dat servies. Dus als we die mogen lenen, dan is de Vrijlemaborg heel erg gelukkig, denk ik. Niet veel later is de Daagse Kamer weer net als toen. In het begin van de 70er jaren is het totale inventaris van de Vrijlemaborg grotendeels geveild. Je gelooft het bijna niet. Maar ook deze Daagse Kamer ontkwam niet aan dat lot. Maar kijk eens even om je heen. Alles is weer terug, bijna zoals het was. Het ziet er werkelijk fabelachtig uit. En buiten staan ze in spanning te wachten om de Daagse Kamer te mogen betreden. Dus ik zou zeggen, we laten ze niet langer in spanning. Ik ben heel erg benieuwd hoe de meubels staan en wat er geplaatst is. En ook het behang en de gordijnen, hoe het kleurt bij elkaar. Het is heel verrassend soms hoe dat uit kan pakken, hè? Nou, ik ben heel blij, want ik stel me dan voor dat het publiek zo meteen binnenkomt. En dan zien ze die prachtige gordijnen. En dan dat behang, hè, dat lijkt ook op de Engelse tuin waar je op uitkijkt. Nee, het lijkt me geweldig om die reacties te zien. Ontzettend veel mensen zijn hierbij betrokken geweest. Een aantal mensen in de beginfase meegemaakt. Dus ik ben erg nieuwsgierig wat die ervan zullen vinden en gaan zeggen. Doordat ik er maanden mee bezig ben geweest, ben ik toch wel heel gelukkig met het resultaat. Maar daar kunnen natuurlijk de overige gasten hun eigen mening over hebben. En ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. Dames en heren, welkom allemaal. In de Vrijlemaborg is buitengewoon goed te zien hoe het leven in een huis van stand vroeger was. De woonsfeer in de Vrijlemaborg is weer helemaal tot leven gebracht. Onder andere de eetkamer, de bibliotheek, maar ook de grote salon kregen een fraaie herinrichting. Helaas bleef één kamer angstvallig leeg. Maar door de expertise van velen is die ook weer teruggebracht.
naar wat die ooit was. De Daagse Kamer. Mag ik u uitnodigen mij te volgen en de Daagse Kamer officieel in gebruik te nemen. En ik zou zeggen, volgt u mij naar binnen. Nou? Nou, wat gezellig. Te veel gezegd? Ja, nee. Mooi, hè? Ja. Ja. Indrukwekkend. Prachtig. En de hele entourage, je hebt echt inderdaad de indruk dat het een Daagse Kamer is. Je zou zo kunnen zeggen, nou, de borgvrouw die zit daar te borduren. Ja, kinderen zijn er aan het spelen. Het is werkelijk fantastisch. Ja, de gordijnen bijvoorbeeld, dat vind ik ook zo schitterend. Hè? Ja. Prachtig. En hoe de kleur erbij. En, ja, en ik was ook helemaal weg van de meubels, want het bureautje zo snoezig. En de boekenkast en de mooie giraffenpiano die er staat. Het staat allemaal heel mooi bij elkaar. Het was wellicht de lelijkste kamer van de Vrijlemaborg. Echt, in alle opzichten moest er wat daar gebeuren. En ja, misschien is het nu wel de mooiste. Nou, iedereen vindt het heel prachtig om te zien. En we hebben nu heel mooie verhalen. Nog weer extra verhalen te vertellen met een prachtige bank. En servies met de parasoldames, waarom dat zo bijzonder is. Prachtig. Geweldig. Ja, want ik had de kamer nog niet gezien. Ik vind hem heel mooi en ook heel huiselijk. Met de familiefoto's van mijn overgrootvader en mijn grootvader. En ook de stoel van oma, rechts van de kachel. Ik vond het een heel mooi geheel. Gelukkig. Alles is weer net als toen. En daar ben ik ongelooflijk blij om. Want dit mag natuurlijk absoluut niet verloren gaan. In de provincie Utrecht staat kasteel Sterkenburg. Een prachtig 13e-eeuws monument met een karakteristieke toren. En juist die karakteristieke 13e-eeuwse toren is een zorgenkind. Kasteel Sterkenburg is een van de oudste kastelen van de provincie Utrecht. Evenlang heeft deze middeleeuwse burcht een belangrijke rol vervuld. Aanvankelijk met een verdedigingsfunctie en later als buitenplaats. Het kasteel kende glorieuze tijden, maar helaas werd het tijdens de Tweede Wereldoorlog enorm verwaarloosd. Na deze zware tijd heeft het gebouw voor verschillende doeleinden gediend. Zo was er onder andere een kostschool en een onderwijsinstituut ingevestigd. De broers Jelle en Alex van Helsdingen hebben Sterkenburg onlangs grotendeels gerestaureerd. Nu runnen zij er een bed and breakfast en Jelle laat mij vol trots het kasteel zien. Wat een prachtig onderkomen, hè? Toen je dit pand overnam, was alles toen nog zoals het er nu uitziet? Niets was zo als het er nu uitziet. Het was, op dat moment was het een soort verzamelgebouw voor alleenstaande oudere jongeren. Dus in elke kamer woonde iemand. Ja. En die had daar zijn eigen voorzieningen, zijn eigen bed in de lucht. En hier in de hal stonden ijskastjes, fietsen, fornuizen en alles wat iedereen hier naar binnen had gesleept. Oh, wauw. Ja, je moet je voorstellen, in de 19e eeuw werd hygiëne toch wat belangrijker. En op een gegeven moment hadden ze zelfs stromend water uitgevonden. Dat betekende niet dat er een waterleiding net was, maar boven in de toren hadden ze een groot vat met water zitten. Misschien zelfs wel een vuurtje. Dat lieten ze naar beneden lopen en dan kon je hier in het bad gaan zitten. Ja, en dit is dan wel een van de stoerste kamers die we hebben. Boven in de middeleeuwse ronde toren. En het zou heel goed kunnen zijn dat de geest van Sterkenburg hier geslapen heeft. Vertel eens. Het is een goede geest. We komen hem regelmatig tegen. Er zijn ook mensen die hem gezien hebben. En het mooiste bewijs wat we eigenlijk hebben dat hij hier daadwerkelijk is, is als we naar boven kijken, dan draait de lamp.
Het draait, hè? Ja, het draait echt, ja. Ja. Dit is nou middeleeuwse hoogbouw. We staan hier op een kleine 30 meter hoogte. Eigenlijk ziet het gebied er nog precies zo uit zoals het in de middeleeuwen was. En hoeveel was dit in totaal? 750 hectare. Maar er werd natuurlijk wel eens iets bijgekocht, er werd iets verkocht. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Maar dan had je het over een mooi lapje grond. Een mooi lapje grond. En wat moet hier nou gebeuren, Jelle? Het is een traptorentje, want het is de bekroning van de trap die boven komt. Het dak is er heel erg slecht aan toe. De buitenkant van het torentje is bekleed met zink. Met als bijzonderheid dat dat zink er toch ook alweer meer dan 100 jaar op zit. Ja. En dat het helemaal volgeschreven is met namen. Ja. De oudste die ik heb kunnen vinden is zeg maar 1904. Maar we hebben ook wel een heel bijzondere. Want wij hadden hier een keer op bezoek de acteur Pierre Bokma. En die zei, ja, heel erg leuk, maar ik ben verwekt hier op Sterkenburg. Niet? Ja, zei hij. En dat kan ik je bewijzen ook, want mijn vader heeft zijn naam hier op het zink gericht. Ga weg. Ja, zeker. P.H. Bokma. En volgens het verhaal is dat de vader van Pierre. Oh, wat leuk. En dat staande zink, ja, dat proberen we natuurlijk te handhaven, omdat het zo bijzonder is vanwege alle namen die erop staan. Ja, dat is mooi dat gaat gebeuren. Als je zo'n mooi kasteel hebt en dit staat er als lelijk eentje bovenop, dan... Hè? Diederik Six is architect en gespecialiseerd in het restaureren van kastelen. Hij is van begin af aan betrokken geweest bij de restauratie van kasteel Sterkenburg. En ook nu zal hij het herstel van het traptorentje begeleiden. Het kasteel heeft natuurlijk heel veel eeuwen meegemaakt. En was eigenlijk een oude ringburcht. Een ringburcht is een soort heuvel met een verdedigingswerk. Dat is eigenlijk een vies, koud bouwwerk waar je niet echt voor je plezier heen ging. Dus je hebt een hele grappige balans van eigenlijk een heel modern huis met toch die karakteristiek van het middeleeuwse wonen. Helemaal bovenop de toren zien we nog een stukje ijzer waar ooit een mooie windvaan gewapperd moet hebben. En zo zijn er allemaal elementen eigenlijk die, ondanks dat het al zwaar vergaan is, het herstellen waard is. Dus wat we hier zien zijn gesmeden spijkers waar de zinkerplaten mee aan het houtwerk getimmerd zijn. Hier zie je nog een klein stukje lood zitten, steeds boven die spijkers. De trotseerloodjes zijn ter bescherming van die spijkers, zodat ze niet zouden gaan roesten. Nou, dat moeten we zo snel mogelijk weer gaan vervangen. En het trotseerloodje, dat is er gewoon afgescheurd. Want lood was een leuke herinnering aan een bezoek aan het kasteel. Daardoor is de spijker gaan roesten. En het stukje lood wat vastgesoldeerd was, dat spoelt langzaam dat zink een beetje uit. En daardoor krijg je die verkleuring in de plaat. Ja, je ziet het dak zwaar in verval. Verrotte platen die er tijdelijk ooit opgelegd zijn. Je ziet wel dat langzaam dus ook de kalk van de trap afvalt beneden. Het water sijpelt steeds dieper die oude constructie in. Geenlijk als water opvriest, dan zet het uit en knalt de boel uit elkaar. Dus hoe sneller we dit water en wind dicht kunnen krijgen, hoe liever me dat is. Na de Tweede Wereldoorlog begon psycholoog Frans Brinkerink hier op kasteel Sterkenburg een kostschool en onderwijsinstelling. Zijn dochter Ingrid is hier geboren en getogen. Met haar neem ik een duik in het verleden. Ingrid, hoe was dat nou om hier op te groeien? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Maar achteraf zeg ik ja, heel boeiend, heel interessant. Ja.
maar niet gemakkelijk voor een kind. Want? Want je was heel veel alleen. Kijk, dit was de kinderkamer. Dit was mijn kamer. Dat vertedert me wel. Ja, je leefde zo'n beetje hier als klein kind. Want er was gewoon verder niks. Ik bedoel, pa altijd weg. Werk was niet alleen de onderwijsinstelling die je vader had in de kostschool, maar ook het onderhoud van het kasteel. Ja, natuurlijk, dat was het ook. En dat was niet niks. Als het buiten regende, regende het ook wel eens in een kamer. Of op de zolder. Dat deed papa, dat was heel leuk. Deed hij op de zolder, had hij van die grote bloempotten neergezet. Zo. Precies waar het lekte. Dus de regen die viel dan precies in die bloempotten. Ja, dat was leuk. Wat was het grote nadeel om hier op te groeien? De kou. De kou. En niet warm te stoken, dit gebouw. Dat was niet warm te stoken. Dat was een vermogen. Want vroeger was er iemand die de kachels aanmaakte met de kolen. En later was het oliestook. Het leek heel wat, maar het was heel kostbaar om hier te wonen. En je moest allerlei alternatieven zoeken om aan geld te komen. Zo werd het kasteel regelmatig verhuurd voor feesten en partijen. Ingrid moest dan ook haar steentje bijdragen en meehelpen. En daar had ze niet altijd evenveel zin in. Nou, hier, als je dan niet weg mocht van je vader naar de film of wat dan ook, dan was het raam open, je ging via het platje en er was een trap. Ja, maar het platje was heel hoog, hè? Oh, dat was echt heel... Je kunt je echt doodvallen. Nee, dat was echt een huisje met een plat dak. Nou, en dan hadden we een ladder neergezet. Nou, dan gingen we via die ladder gingen we naar beneden. Door het weiland, zo. Dag, papa. Veel plezier. Naar de bioscoop. Ja, juist als het niet mocht, dan deed je dat. Ja, natuurlijk. Dat was natuurlijk altijd heel erg leuk. Een vakkundig team van restauratoren heeft de handen ineengeslagen om van het traptorentje een plaatje te maken. Het is belangrijk om het wind- en waterdicht te maken zonder dat daarbij oude elementen verloren gaan. Op ambachtelijke wijze wordt er een nieuwe windvaan gesmeed en ook de deur wordt in de stijl van vroeger hersteld. Jelle van Helsdingen maakt in nauw overleg met expert Diederik Six een nieuw ontwerp voor de trotseerloodjes. Door deze schildvormige stukjes lood zijn de onderliggende spijkers straks goed beschermd en wordt inwateren tegengegaan. We zijn aan het bestuderen hoe we het trotseerloodje vorm gaan geven. Nou, het heeft een soort tijdloosheid, dat oude wapen van de Ridderhofstad. En heel goed bruikbaar voor een trotseerloodje. Nou, hier zijn een aantal oude trotseerloodjes van andere objecten. Ze zijn meestal gedateerd en over het algemeen voorzien van een loodgieters handtekening of merknaam. Ja, ik bedoel, hier heb ik er een uit 1984, maar hier zie ik er een uit 1838. Een oude traditie die we kunnen... Mooi dat dat doorkomt. Natuurlijk heel bijzonder dat de Ridder Hofstad een eigen wapen heeft. Met een grote kroon erop en dan de golven van het rivierenlandschap. Het lijkt me ontzettend leuk om een kunstenaar te vinden die dat voor ons zou kunnen maken. We hebben even rondgevraagd en gebeld en uiteindelijk hebben we de kunstenaar Jan-Willem van Oldeneel bereid gevonden om te helpen met dit project. Hij is bezig om het wapen van Sterkenburg nu vorm te geven in was. Dat wordt een mal en dat worden de trotseerloodjes voor de toren. Straks het eindresultaat. Er zijn weer veel prijzen gewonnen door de deelnemers van de Bank Giro Loterij. Van reischecks tot geldbedragen, maar ook cultuurprijzen en hotelarrangementen. Evert uit Putten kraakte met de laatste 5 cijfers van zijn rekeningnummer de kluis en won daarmee het bedrag van €290.909. Vandaag is het zover. Het traptorentje van kasteel Sterkenburg is klaar en wordt officieel opgeleverd. Ik heb op uitnodiging van Jelle hier vannacht geslapen. Heerlijk, echt gesnurkt als een otter. Maar ik had toch af en toe wel het gevoel dat het een beetje spookt. De lamp bewoog. Ja, het zag er niet uit.
Dat zegt eigenlijk alles. En kijk, dit maakt natuurlijk onderdeel uit van kasteel Sterkenburg. Is een historisch landgoed. Dus ja, dan is het mooi van dat mensen bereid zijn om dat gewoon te restaureren. Want het is toch behoud van ons cultureel erfgoed. Ik hoor de gasten. Dus ik zou zeggen, let's go. Dames en heren, welkom allemaal. Centraal gelegen in de landelijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug ligt het kasteel waar wij nu staan, kasteel Sterkenburg. En zijn markante toren is echt een blikvanger in de buurt. Maar diezelfde karakteristieke toren kende ook een groot gevaar. Hij stond namelijk op instort. De traptoren was ten prooi aan weer en wind, zo lek als een mandje. Maar we waren net op tijd. De toren is gered en ziet er weer uit om door een ringetje te halen. Applaus voor jullie. Mag ik u dan nu verzoeken mij te volgen om het resultaat van deze schitterende restauratie met eigen ogen te aanschouwen? Bravo! Na al die jaren verval is het heel bijzonder om het nu in deze glorie te zien. Het is heel mooi als je ziet de historie vanaf 1860, alle namen die er nog op staan. Het is mooi dat het nu weer een grote beurt heeft gekregen, dus de komende 150 jaar kan het weer mee. Geweldig. Ik vind het echt helemaal uniek. En dit is niet veranderd, want het is juist leuk met al die handtekeningen. En die gekke wapentjes zo ertussen. Dat vind ik wel mooi. En het dakje is heel mooi geworden. Het is echt heel mooi. Ja, ik vind het echt heel leuk. Het is belangrijk dat cultureel erfgoed bewaard wordt. En ja, dan denkt misschien iemand, ja, zo'n dakje van een kasteel, het zal allemaal wel. Maar dat is essentieel. Kijk, als dit niet zo gerestaureerd is zoals het eruit ziet, dan lekt dat. Dan heeft dat consequenties voor de rest van dit kasteel. Zo hoort een traptorentje eruit te zien. Nou, ik moet je zeggen, wij hadden zelf hele aardige trotseerloodjes ontworpen. Die hebben we ook laten uitvoeren. Die zijn ook geplaatst. Maar de loodgieter kon natuurlijk niet nalaten ook zijn eigen trotseerloodje, inclusief jaartal en zijn naam, te gebruiken. Dat is alleen maar mooi. De toren is gered. Yes! Wilt u meer weten over deze uitzending? Kijk dan op onze site. Graag tot volgende week. Dan krijgen namelijk twee andere monumenten de kans om een lang verwachte restauratie te voltooien. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Bankgiro Loterij.